Het programma voor en door studenten. Vandaag zie je de eerste halve finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Vertelt Willem je alles over de nieuwste games? En nemen we een kijkje in een te gek studentenhuis. Maar we beginnen met het Studentenjournaal. Dit is het Stug Studentenjournaal. Bruggen slaan. Het motto van het regeerakkoord van Mark Rutte en Diederik Samson. Fijn voor ze, maar menig student zegt te dupe te worden van het Haagse handjeklap. Zo gaat de stufie eraan, ben je je OV kwijt en kan je je zorgtoeslag ook vergeten. Lekker gassie. Ja, er staan veel maatregelen in die slecht zijn voor studenten. Als je het voor 4 jaar optelt, een studie van 4 jaar, dat kost je per student 13.000 euro. Ik denk dat we wel behoorlijk gekort worden. Nou, ik vind het belachelijk dat de OV-kaart en doorgeslagen wordt afgetrapt. En waarom vind je dat? Nou, OV-kaart, het is gewoon handig voor iedereen. Je kan gewoon goed naar je studie toe. En als je niet genoeg geld hebt, dan lukt het niet zonder OV-kaart. Nou, ik vind het belachelijk dat het overgaat in leningen. Want zo gaan er natuurlijk veel minder mensen studeren. En ik vind gewoon dat het te gif moet blijven. Je zou het bijna vergeten, maar de Olympische Spelen waren onvergetelijk. De Nederlandse sporters deden het heel gaaf en zo. Tussen alle recordrakkers en medaillemasters liepen, vaarden en zwaaiden ook een aantal Groninger studenten. Zeilster Filippien van Aanholt, roeiers Rogier Blink en Nanne Sluis, hardloopsters Marit Dopheide en natuurlijk de gouden turner Epke Zonderland werden afgelopen maandag gehuldigd door de universiteit. Alle toppertjes kregen een planket voor op de wand van het sportcentrum. Op 1 voorwaarde, dat ze hun studie afronden. Anders moeten ze hun plekje op de muur weer inleveren. Aan de ene kant heb je een hele bijzondere prestatie neergezet. Maar aan de andere kant denk ik nog, ik moet nog wel even mijn papiertje halen. Dus ik heb nog een behoorlijke opgave. Dus dat is wel heel grappig dat je dat hier zeg maar zo'n huldiging krijgt. Hoe heb jij tot nu toe je studentenleven ervaren? Nou ja, het is anders dan de gemiddelde student, denk ik. En ik ben hier echt eigenlijk voornamelijk voor het studeren en af en toe om wat met vrienden te doen. Maar het is niet zo spontaan en dat alles maar kan zoals de gemiddelde student. Nee. Dus dat is wel heel erg anders. Even leek het Broerplein dinsdagmiddag oorlogsgebied. Of vredesmissiegebied, wat u wilt. Ineens stond daar een dikke panzerwagen van de Verenigde Naties voor het academiegebouw. Gaaf ding. De Studievereniging voor Internationale Betrekkingen, SIP, SIB, heeft de tank laten komen om hun 13e lustrum volgende week een beetje onder de aandacht te brengen. En dat is gelukt. We zijn eigenlijk tegelijkertijd opgericht ook met de VN. Vandaag ook dat we een VN-geleerde organisatie zijn en vandaag ook de Witte Panzerwagen hier. Ja, we hopen eigenlijk bij iedereen een beetje belangstelling te kweken voor internationale zaken in onze lustrumweek. Waar overigens ook een congres over naoorlogse wederopbouw zal plaatsvinden. Tot volgende week! Welkom bij Gamerco, het platform voor de gamer uit stad en ommeland. Vandaag een review van Medal of Honor Warfighter. Uiteraard geven we prijzen weg, maar eerst een kijkje in Wonderbook. Het nieuwste kindje van Sony Computer Entertainment. Lezend anno 2012. Het boek ligt nog niet in de winkels, maar wij mochten hem testen. PlayStation Wonderbook. Augmented reality met een mooi woord, op zijn Nederlands toegevoegde realiteit. Komt er eigenlijk op neer dat reële beelden in een virtuele wereld worden geplaatst. Het boek leg je voor het camerasysteem van de PlayStation Move. Die projecteert het geheel op het scherm, dat wordt een soort magische spiegel. Je slaat het boek open en het komt volledig tot leven en de speler wordt volledig in het verhaal gezogen. Boek of Spels is het eerste boek dat uitkomt op Wonderbook. Dit is echt een kinderboek waarin kinderen leren toveren, spreuken, uitspreken. En dit apparaat wordt dan ook echt letterlijk een toversokje. Maar volgens de designers is er veel meer mogelijk. Hij ziet toekomst voor thrillers, horrors en zelfs voor een boek als 50 tinten grijs. Dan zal dit wel een zweepje worden. Probeer deze nieuwe pot te laten zweven en zeg... Oeh, weer kapot! Wonderbook is eigenlijk niet echt lezen, maar het is ook niet echt gamen. Het hangt er een beetje tussenin. PlayStation zelf spreekt over een compleet nieuwe ervaring en daar kan ik me wel in vinden. Het is een nieuw segment, een nieuw gebied, een nieuw genre en het is echt nog volop in de ontwikkeling. Ondanks dat dit nog maar een kinderboek is, ben ik eigenlijk al heel erg onder de indruk. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat de toekomst nog meer in petto heeft. Oeps, kijk uit waar je je toverstok op richt.
Warfighter is de nieuwste productie uit de Medal of Honor-reeks. Medal of Honor kennen de meeste gamers als een goede shooter waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Lekker moffen knallen. In Warfighter word je echter meegenomen naar een andere oorlog, de War on Terror. Inmiddels ligt de game in de winkel, het is dus de hoogste tijd voor een review. Laten we eerst even het grafische gedeelte onder de loep nemen. De tussenfilmpjes zijn werkelijk fantastisch. Gaming anno 2012, realistisch, gelikt en strak. Geen enkel commentaar erop. Maar begin je eenmaal met spelen, dan valt alles toch wel wat tegen. Je dondert 5 jaar terug de tijd in, de pixels zijn groot, korrelig en het ziet er eigenlijk gewoon niet echt goed uit. Een goede multiplayer kan alles weer goed maken wat de singleplayer kapot maakt in een game. Helaas is dat bij Warfighter niet het geval. Er is totaal geen vrijheid in de wereld. Het is allemaal heel scripted, allemaal onzichtbare muren waardoor je continu dezelfde looplijnen hebt. Geen dynamiek, statisch en boring. Gelukkig zijn er ook goede punten over het spel te melden. Qua sounds en muziek zit het goed in elkaar. De soundtrack klinkt lekker in het oor en de geluiden in het spel sluiten goed aan bij de actie. Take out the hero! Behalve in de multiplayer kan het wel wat wegvallen. Maar over het algemeen genomen, qua muziek en sound, een dikke voldoende. Even resume. Medal of Honor Warfighter valt gewoon tegen. En dat is jammer. De ontwikkelaar EA Games staat echt bekend om een goede hoge standaardkwaliteit. Maar die halen ze in dit spel totaal niet. Daarom krijgt het voor mij ook slechts een mager 6,5. Tijd om prijzen weg te geven. Dirt Showdown. Victor neemt het op tegen Melanie. The winner takes it all. Victor, gefeliciteerd jongen. Dankjewel, Dutch Showdown voor jou. En misschien nog de PlayStation 3. Melanie, helaas. Bedankt voor het meespelen in ieder geval. Bedankt. Dit was Game & Co. Over 2 weken zijn we er weer. Hoi! Vanavond gaat het gebeuren. Het 26e Groninger Studenten Cabaret Festival gaat los met de eerste halve finale. Een uitverkochte zaal, 750 man publiek en 3 deelnemers die alles gaan doen om in de finale van aanstaande vrijdag te komen. We gaan kijken naar en praten met Sharda Devi, Julie Kafmeijer en Frank Brasser. Ervan. Leuk. Ja? Ja, beter dan ik had verwacht. Wie vond je het beste? Frank. Frank, en waarom? Meer een beetje mijn humor denk ik wel. Behaard vind ik wel leuk. Ik vond het heel leuk. Ik was positief verrast. En wie vond je het beste? Vind ik moeilijk te zeggen. Ik vond Frank heel erg goed, omdat dat sprak gewoon heel erg aan. Maar ik vond qua kleinkunst vond ik Julie beter. Ik vond haar heel creatief. In haar humor. Het is niet echt makkelijk humor, maar... Het was goed over nagedacht. Kom je hier elk jaar? Het is de tweede keer dat ik hier kom. Als je dit jaar vergelijkt met vorig jaar, wat vond je er daarvan? Ja, ik vind nu wel echt leuker. Ik vind ze alle 3 heel leuk. En vorig jaar had ik er 1 die best wel tegenviel, vond ik. Maar het moet maar net je smaak zijn natuurlijk. Dus ik vond dit jaar wel echt heel erg leuk, ja. Ja, ik weet niet, maar het is Groningen studentencabaret. Studentencabaret, dan verwacht je toch wel mensen die nog niet zo heel lang met cabaret bezig zijn. Maar ik vond het allemaal best wel professioneel, met echt wel goede, sterke verhalen en heel leuke grappen. Dus ik heb wel gelachen in ieder geval. Hiske Schipper, de winnares van vorig jaar van zowel de publieksprijs als de persoonlijkheidsprijs. Hoe ziet een jaar eruit als je zo'n festival wint? Ja, het ziet er heel tof uit. Ik dacht eerst van, nou ben ik beroemd en nou mag ik in Carré, maar dat valt... In de praktijk een beetje tegen. Je hebt nog niet in Carré gestaan? Nee. Maar goed, hè, dat kan altijd nog komen. Nee, ik heb in het afgelopen jaar echt heel veel geleerd en heel veel op gekke plekken gespeeld. En heel veel ervaring opgedaan. Best wel een leuk zakgeld verdiend. Dus ik ben echt heel tevreden. Sharda Devi. Hoe ging het? Ja, lekker. Kun je kort uitleggen hoe het voelt om voor 750 mensen te spelen? Heel erg lekker. Het is echt lekker om te spelen. Lekker publiek. En lekkere line-up. Leuke MC. Frank Brasser, je hebt net opgetreden. Je was als tweede. Hoe ging het? Ja, ik vond
ja, of je zelf zegt, maar ik vond het heel goed gaan. Het, niet perfect, maar echt, ik dat was echt lekker. Het is echt gaaf. Om, die lachgolven en echt, ja, ik ben echt heel blij. Ja, het ging goed. Het is echt heel tof om voor zo'n grote zaal te spelen. Een heel mooie zaal ook. Heb je een idee of je in de finale gaat komen, ja of nee? Nee, dat weet ik niet, want ik vind echt, nou, het niveau is echt heel hoog. En ja, nukken van de jury, ik hoop het heel erg. Waren de reacties van het publiek, wat je ervan verwachtte? Ja, het was eigenlijk een heel tof publiek. Het was een heel warme zaal, heel een publiek van goede wil. Dus daar had ik echt op gehoopt en dat was er ook. Dus dat was wel heel tof. En dat gaf ook heel veel energie om door te spelen en om door te gaan. Denk je dat je in de finale komt? Ik sta al in de finale wat mij betreft. De halve finale was voor mij al gewoon een finale. Ik bedoel, je speelt voor hetzelfde publiek. Je speelt op dezelfde plek. Je speelt met dezelfde passie. Daar gaat het bij mij om. Volgende week zie je in Stug een reportage over de grande finale. Rustig. Welkom in onze dikke villa. Een leuke rustige buurt. Maar weet het nooit. We hebben ook een schoenenboom. Nou, kom maar mee. Kom maar binnen. Nou, dit is het eerste kamertje. Daar woont onze lieve buurjongen Johan. Hallo. Altijd netjes verslagen aan typen. Welke student heeft er nou zoveel spa in zijn kamer? Johan drinkt namelijk alleen, spreek je het uit, Jo? Sapellegrino. Nou, dan gaan we een leveltje hoger. Kom maar mee. Hey! Wat doen jullie hier in mijn kamer? Hey! Ga weg! Ja, ga weg! Oké, ik ga zwerven. Nou, dit is mijn kamer. Verder is dit de lounge, het lounge gedeelte van mijn kamer. Ik heb ook één bijbel en dat is toch deze. And this is where the magic happens. Kunnen we doorgaan naar de walk-in fridge? Dit is onze eigen walk-in fridge. We hadden hem gisteren gevuld, maar hij is wel weer aardig leeg. We zijn hier inmiddels in de muziekkamer beland. En als je even helemaal los wil gaan zonder dat iemand je kan zien, rit je even dat pak dicht. En dan speelt Hajo een pingeltje voor je. Dan kan je helemaal los gaan. Nou, dan laten we nu nog even twee andere kamers zien. Dit is mijn kamertje. Ik ben gek op vrolijke spulletjes en dat soort dingen. Dus ik heb ook een leuke gekleurde elandkop aan de muur hangen. We hebben ook een goede collectie kunst. En die kunst zit al hier verstopt. We pissen graag over de Duitsers. Dat doen we graag. Dit is onze douche. Ik kan hier heerlijk chillen. Fucking schoon. Als je moeilijk braak bent, kan je hier zitten met de stoel. Ja, that's it. Dit was de rondleiding door onze meer dan fantastische 5-sterren villa. We hopen dat jullie hebben genoten.
En nu moeten jullie oprotten.